Mag ik u dan meteen ook zo, zodat het lintje een beetje... Ik wil u graag meteen meenemen. Zeg jij. Of niet? Hola. Dan is hier een beetje geopend, hè? Vandaag is het eerste hospice in Suriname op het terrein van het Diaconessenhuis geopend. De hospice is een plek, eigenlijk een huis, waar mensen in de laatste fase van hun leven de dagen kunnen doorbrengen. Op eigen verzoek natuurlijk, maar moet het ook heel graag willen. Dit is mooi. Dat de laatste dagen doorbrengen. In eerste instantie denk ik aan oude mensen. Nee, het is niet alleen voor oude mensen. Iedereen komt wel eens een keertje op een bepaalde manier aan het eind van zijn leven. En sommige mensen worden gewoon terminaal ziek, zodat ze ziek zijn en ongeneeslijk ziek zijn. En in principe uitbehandeld zijn. En vaak gaat men inderdaad vanuit dat het gaat om oudere mensen, maar het kunnen ook mensen zijn in een jongere leeftijdscategorie. Die behoefte hebben aan deze vorm van zorg, van hulp. In de meeste gevallen wil men heel graag in de thuisomgeving sterven bij de familie. En soms kan dat niet vanwege bepaalde omstandigheden. Het ziekenhuis is daar niet de meest ideale omstandigheid voor. Dus dan is het hospice inderdaad een plek waar men terecht kan als men dat wil. In de algemene keuken, zoals thuis bij u, worden maaltijden klaargemaakt. We gaan ervan uit dat we praten over een setting waar er mensen zijn in het laatste stadium van hun leven. Dus we praten niet over zulke pottenkoeken. We praten over hapjes klaarmaken, wat de bewoner wil. Dus er gaat geen menukaart zijn van, we hebben vandaag op de maandag rund met pompoen. Het is wat u wil op dat moment als bewoner. Het betekent dus dat er hapjes worden klaargemaakt. Ik hou van het voorbeeld van Gumawiri met zoutvlees. Als u dat wil, zal dat klaargemaakt voor u worden. Of uw familie neemt dat voor u mee. Hoeveel kost dit? De bouw van het hospice alleen heeft 120.000 US gekost. Natuurlijk komen er andere dingen eromheen, zoals elektriciteit, waterleiding. Dus uiteindelijk heeft alles ongeveer 150.000 US gekost. Er zijn 4 kamers, dus veel is het niet. Maar daar heeft het ook niets mee te maken. Het heeft te maken met wie past er binnen dit concept. Want u komt er niet wonen voor 6 maanden en een jaar. Het is een afgebakende periode. Dus zullen we heel strikte criteria hebben zoals voor ieder hospice geldt, niet alleen in Suriname. De huisarts kan adviseren, maar het is een specialist die uiteindelijk aangeeft, deze persoon is hospicebehoeftig. En als iemand nou eligible is om zijn laatste dagen hier door te brengen, hoeveel gaat dat hem of haar kosten? Wat het de persoon gaat kosten is nog niet echt uitgerekend. Belangrijk is wel dat we contact hebben gemaakt met de zorgverzekeraars om na te gaan in hoeverre ook deze manier van zorg, deze vorm van zorg, in het verzekeringspakket kan worden opgenomen. Er zijn goede gesprekken geweest met enkele verzekeraars. En natuurlijk gaat er ook vanuit dat in principe de mensen een eigen bijdrage zullen moeten leveren. Omdat je, het is eigenlijk een tweede klasse kamer die men krijgt. Men krijgt gewoon een eigen kamer, eigen bad en toilet, een eigen kitchenette. En de familie mag er eenmaal 24 uur terecht. Dus het kostenaspect is nog niet helemaal uitgerekend. Maar we rekenen er wel op en we hebben de toezegging van zorgverzekeraars dat ze dus deze zorg wel willen vergoeden. Deze zorg zal geboden worden door verpleegkundigen die hiervoor speciaal getraind zijn, maar ook vrijwilligers die ook hiervoor getraind zijn. We hebben dus een trainingstraject achter de rug, waarbij een 40-tal vrijwilligers en verpleegkundigen getraind zijn om inderdaad deze vorm van zorg te kunnen bieden. In de laatste fase speelt er een heleboel emotionele zaken bij de mensen, maar ook bij hun familieleden. En dat moet inderdaad kunnen worden opgevangen. Dus de verpleegkundigen die dit zullen doen en de vrijwilligers zijn hier speciaal voor getraind. Is dit onderdeel van het Diaconessenziekenhuis? Het hospice is geen onderdeel van het Diaconessenziekenhuis. Het is gedaan in samenwerking met COFAP en Zurizorg. Het is op het terrein van het Diaconessenhuis. Het Diaconessenhuis zal op dit moment in deze pilotfase wel het beheer erover hebben. Maar het is geen onderdeel van het Diaconessenhuis. Het staat eigenlijk helemaal los van het Diaconessenhuis.